Hallo en welkom bij VBTV. Eindelijk was het zover, de fameuze burgerbevraging van minister Annelies Verlinden. Ik praat daarover met mijn eerste gast vanavond, Barbara Pas. Welkom Barbara. Dag Jonas. Ja, Barbara, het was al heel lang aangekondigd, maar die burgerbevraging, die is er nu eigenlijk. Wat is dat nu eigenlijk voor een beest? Een beest is eigenlijk wel een treffende naam. Het is een draak van een website geworden onder de lange, lachwekkende titel eenlandvoordetoekomst.be. En als je daar naar surft, dan moet je eindeloos scrollen door allerhande context om bij 6 thema's te komen. Klik je die 6 thema's aan, dan heb je per thema nog heel veel uitdagingen waar je allemaal antwoorden kan ingeven, moet registreren. Alles behalve laagdrempelig. Het is even duur, inefficiënt en onoverzichtelijk als de Belgische staat zelf. Maar het is dus zogenaamd burgerparticipatie, waarin zogenaamd de burger zijn of haar mening kwijt kan over de toekomst van het land. Ja, ik heb er gisteren ook eventjes naar gesurfd en buiten wat pastelkleurtjes om de dingen wat op te fleuren, leek het mij inderdaad een zeer ingewikkelde draak en een kluwen. Nu, wat is dan in feite de motivatie achter dat kluwen? Waarom heeft men eigenlijk in godsnaam zo'n ingewikkeld raar ding op poten of op het internet gezet? Well, het is niet alleen ingewikkeld en raar, het is ook inhoudelijk een miskluwen. Want er zijn heel veel zaken die niet ter sprake komen. Denk aan kostprijs van migratie, nut van de monarchie, noem maar op. Zelfs, dat is toch essentieel, denk ik, als je het hebt over de toekomst van een land. De transfers, de miljarden die jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel gaan, daar wordt allemaal met geen woord over gerept. Maar waarom komt deze regering met zoiets af? Er staat al amper iets communautair in het regeerakkoord. De CD&V krijgt zelfs dat niet gerealiseerd binnen die Vivaldi-regering. Dus moet men doen alsof men met communautaire zaken bezig is. En dan is zo'n burgerbevraging een ideaal instrument om te doen alsof, en ook om te doen alsof de burger iets te zeggen heeft. Want het is uiteindelijk deze Vivaldi-regering die nu een gestuurde bevraging organiseert, maar die eigenlijk geen rekening heeft gehouden met de enige echte burgerbevraging, met de verkiezingen. Een soort van doekje voor het communautaire bloeden dan. Absoluut, een groot rookgordijn. Wel, laten we u niet door 23 obstakels springen op het internet en ook geen ingewikkelde iets meer aanmeldingen doen en dergelijke meer. Barbara, als jij nu het voor het zeggen hebt en je mag de communautaire hervormingen doorvoeren die je wilt doorvoeren, wat zou er dan moeten gebeuren? Dat is heel eenvoudig. Wij zijn de enige partij die duidelijk en ondubbelzinnig voor die Vlaamse onafhankelijkheid gaan. We hebben hier een heel draaiboek om die ordelijke opdeling te organiseren. Dus dergelijke websites, dat zou dan in ons geval landzondertoekomst.be zijn, dat hebben we absoluut niet nodig. Als men echt wil dat de burger participeert, want dat is ook het grote probleem in België. Je zit met twee democratieën, je zit met een bevolking die helemaal anders stemt in Wallonië als in Vlaanderen. De Vlamingen krijgen het beleid niet waarvoor ze stemmen. Dus daarvoor heb je het heft nodig in eigen handen. En als men het echt meent met burgerparticipatie, dat men dan al eens begint met referenda toe te laten. Maar zoveel democratie kan België niet aan. Dus een splitsing van alles en terug inspraak voor de mensen. Absoluut. Goed, bedankt voor al je antwoorden, Barbara. Graag gedaan. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage over onze stichter Karel Dillen, vraag ik u nog graag om deze uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed. En dwingt het lot u ooit tot de keuze tussen schoothondje of pitbull, wees dan de pitbull. Ieder jaar sinds ik voorzitter ben, ga ik bloemen neerleggen op het graf van onze stichter Karel Dillen met enkele familieleden. En ik doe dat niet alleen uit plichtbesef, maar omdat Karel Dillen ook vandaag nog een bron van inspiratie is. En toch komt hij niet over als een charismatisch figuur, of vergis ik me daarin? Ik denk dat de meeste mensen zich daarin vergissen. Hij was zeer principieel, zeer trouw, zeer rechtlijnig. Maar met een enorm gevoel voor humor. Iets wat blijkbaar de meeste mensen niet weten, maar hij was een echte humorist. Hij was een intelligent en principieel man. Hij was een Vlaams nationalist. En zijn analyses zijn nog brandend actueel ook vandaag de dag. België is het probleem en nooit de oplossing. En een volk moet zelfstandig worden. En dwingt het lot inderdaad ooit tot een keuze? Wel, dan kiest het Vlaams Belang ook vandaag nog steeds voor pitbull. 15 jaar is het vandaag geleden dat papa overleden is. Het lijkt een hele tijd, maar voor ons, familie, kinderen, kleinkinderen,
is het alsof het gisteren gebeurd is. We missen hem nog elke dag en denken heel veel aan hem. En de familie, kinderen, kleinkinderen vinden het dan ook fantastisch dat Tom, onze voorzitter, ieder jaar, nu reeds 8 jaar op rij, aandacht besteedt aan deze droevige gebeurtenis, aandacht besteedt aan het overlijden en ieder jaar tijd vrijmaakt om een mooi bloemstuk op het graf te komen leggen ter nagedachtenis van papa. Wij appreciëren dit bijzonder. Een grote meneer met een brandend actuele erfenis. Intussen zit mijn tweede gast voor vanavond bij mij aan tafel en dat is niemand minder dan Ilse Malfroot. Dag Ilse. Dag Jonas. Ilse, je bent uiteraard Vlaams parlementslid voor ons. Jij volgt ook kinderopvang en zo op. En je hebt uiteraard ook wel dat interview met Conor Rousseau in Humo gelezen. Alle aandacht ging daarbij aan dat Molenbeek-debakkel. Maar natuurlijk, door al die aandacht voor dat Molenbeek-debakkel, dan was er weinig aandacht voor een echt gevaarlijk voorstel dat hij daar deed. En dat was rond kinderopvang. Hè? Kan je dat even toelichten, Ilse? Ja, Conor wil namelijk de kinderopvang verplichten voor kindjes vanaf de leeftijd van 6 maanden. En dat is eigenlijk een totaal waanzinnig, totalitair, communistisch idee waarvan dat je zou denken dat is overgewaaid uit Noord-Korea. Maar ik ben er zelfs van overtuigd dat we daar in Noord-Korea zelfs zo ver niet zouden gaan met het lanceren van een idee. Voor het Vlaams Belang is kinderopvang natuurlijk een recht, maar het is zeker geen verplichting. Wij willen zelfs dat het kindje zo lang mogelijk bij de mama of de papa kan blijven in die warme omgeving thuis, zodat het zich kan hechten aan zijn ouders. Ja, daaraan gerelateerd, want ik las het interview toch wel met groeiende verbazing. De interviewer haalde aan wat jij nu zegt, hè, dat in het eerste levensjaar het van pedagogisch en therapeutisch belang is dat het kind, als het kan uiteraard, hè, dat het bij de ouders blijft en daar ook opgevoed wordt. En Conor wuifde dat wetenschappelijk argument weg en hij zei nee, want dat vergroot alleen maar de kloof tussen kansarme en kansrijke kindjes. Is het zo dat we moeten redeneren dan? Wel, hij wuift inderdaad dat idee weg, omdat hij zegt het zou kansen vergroten. Maar Conor vergeet natuurlijk in zijn interview bij te vermelden dat hij vooral die kindjes van allochtone afkomst verplicht naar de opvang wil sturen, omdat ze daar dan de taal zouden leren. Hij ziet het ook als een traject van integratie. Wij zijn vooral van mening dat elk kind wel een recht moet hebben op opvang, maar dat we het ook zo lang mogelijk bij de ouders willen houden, omwille van die warme hechting, die band die noodzakelijk is tussen het kindje en de mama en de papa. Oké, maar als ik het goed begrijp, dan ben je helemaal niet tegen kinderopvang, maar wil je het gewoon op een andere manier aanpakken? Ja, ik ben helemaal voor kinderopvang, want wij staan voor enorme uitdagingen. Hè. Wij hebben een krapte op de arbeidsmarkt, dus het is zeker van belang dat wij de mensen die momenteel inactief zijn, dat wij die aan het werk krijgen. Dus ook jonge mama's of jonge papa's die hun kansen op de arbeidsmarkt moeten kunnen nemen. En dat kunnen wij alleen maar geven door ook te voorzien in betaalbare kinderopvang. Zodanig dat mensen die gaan werken voorrang hebben op een plaatsje in de opvang, maar ook mensen die bereid zijn om zich te herscholen of om een opleiding te volgen, dat die ook terecht kunnen in de kinderopvang. En ten laatste willen wij natuurlijk ook het ouderschapsverlof nog uitbreiden, hè, omdat wij net die band en dat warm nest zo belangrijk vinden dat wij de kindjes en de mama's en de papa's de kans willen geven om die warme hechting zo lang mogelijk vast te houden. Dus in plaats van kansen af te pakken van gelukkige kindjes, gaan we kansen bijmaken voor iedereen. Inderdaad, mooie samenvatting. Meer kansen creëren. Oké, bedankt Ilse voor je komst. Dank u wel. Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter in de reacties onderaan. En ik zie u graag een volgende keer.